Oké, in deze tweede les ga ik buiten de lagen ook nog iets laten zien over custom shapes. Waarom begin ik daarover? Volgende week gaan we een opdracht maken en daarbij kunnen custom shapes wel handig zijn. Bovendien is het heel erg handig als je nog niet zo heel erg goed bent met vrijstaand maken, om dan al te werken met bepaalde vormen en custom shapes, waardoor je al snel in staat bent om een design te creëren. Oké, nou, laten we van start gaan. Ik heb een rozenfoto, want ik wil graag in het thema van Valentijn zitten. Die heb ik gevonden op Pixabay. Dat is een site die je sowieso kan opslaan in je favorieten. Want op pixabay.com kun je gewoon heel veel foto's vinden op hoge resolutie. Kijk maar als je naar XL gaat, hoge resolutie. En dit is belangrijk, ze zijn vrij voor commercieel gebruik. En er is geen attributie noodzakelijk. Dus je hoeft niet per se te noemen wie dat gemaakt heeft. Dus dat is wel handig voor als je als grafisch vormgever aan de slag gaat. Dus op pixabay.com kan je heel veel foto's vinden die je gewoon vrij zijn om te gebruiken. Ideaal. We gaan terug naar Photoshop. En ik ga een nieuw document openen bij bestand, nieuw, bestand, nieuw. Standaard staat die bij jullie waarschijnlijk zo. En zal je zelf dan, als je een A4 wil gaan gebruiken, een A4-formaat hierin moeten vullen? Nou, wil je dat niet? Dan ga je naar internationaal papier. Internationaal papier. Je zet hem hier op A4. En dan neemt Photoshop automatisch de juiste formaten aan. Een A4-formaatje, als je die hebt. Ik zal er eens een pakken. Dat is natuurlijk gewoon een standaard blaadje, hè, wat je thuis ook in de printer hebt. En over de formaten kan ik het volgende vertellen. Als je A5-formaat hebt, dat A5-formaat is eigenlijk een A4'tje dubbelgevouwen. Dus als je een A4 zou dubbelvouwen, krijg je een A5-formaat. Oké, als je nog meer dubbel, ga je naar A6 enzovoort. Maar 2 keer A5 is dus een A4. Als ik nou 2 A4'tjes naast elkaar zet, dus ik doe dit, dan krijg ik een A3-formaat. Dus op die manier weet je een beetje waar ik het over heb. A4 is een standaard formaat uit je printer. 2 keer A4 krijg je A3 formaat. En als je een A4'tje dubbelvouwt, heb je een A5 formaat. Oké, ter informatie. Maar voor nu gaan we werken met een A4 formaat. Ik wil hem alleen niet staand, maar ik wil hem liggend. Krijg ik dat voor elkaar? Ik ga naar afbeelding en zeg afbeelding roteren. 90 graden met de klok mee. Dus 90 graden met de klok mee. En de afbeelding is liggend formaat. Ik wilde gaan werken met een custom shape. Waar kan je die dan vinden? Een vormen. Die staan hier in je gereedschappenbalk net boven dat handje. Dus net boven dat handje, er staat nu standaard zo'n rechthoek. Maar als je daar met je linkermuisknop op drukt, dan ga je naar onder en dan kan je andere vormen pakken. Nou, ik wilde een hartje hè, voor Valentijn. Dus ik zet hem op custom shape of op aangepaste vormen. En hierbovenin ga ik dan naar mijn hartje toe. Hier zie je een aantal vormen die er standaard in zitten. En ik kies voor het hartje voor Valentijn. Als ik ga tekenen, en ik zal het laten zien, tekent hij met de kleur die ik hier bovenin heb. Dus elke kleur die daarboven staat, dat neemt mijn vorm aan. Wil ik een rood hartje, moet ik de bovenste kleur op rood zetten. En als ik nou ga tekenen, met shift houdt hij een mooie verhouding aan, dan heb ik een keurig rood hartje. De kleur maakt voor nu even niet uit, want ik wilde eigenlijk gewoon een foto inzetten. Dus je mag willekeurige kleur zetten. Ik teken even dat hartje. En het is tijd om de foto in te gaan laden. Hoe gaan we dat doen? Ik pak de foto vast, linkermuisknop en ik sleep hem naar mijn document waar mijn hartje getekend is. Hierdoor komt mijn rozenlaag eigenlijk boven mijn hartje te liggen. Is dat niet zo, staat hij hier, dan moet je om het effect te bereiken dat de rozen in de vorm komen, zorgen dat je laag in ieder geval boven de custom shape komt. Oké, dus mijn fotolaag staat nu boven de custom shape. Nu was ik gewend, eigenlijk omdat ik het al een tijdje doe, photoshoppen, om dan vervolgens met mijn rechtermuisknop daarheen te gaan. En als je dan op de laag staat, rechtermuisknop, en je gaat naar beneden, kan je voor uitknipmasker maken kiezen.
En dan kijkt hij als het ware naar de vorm eronder. Maar ja, ook ik leer bij. En ik heb toevallig vandaag van een ander student gehoord. Hoe heet die student ook alweer? Corrie, volgens mij. Nou, dankjewel voor de tip. Als je tussen de twee lagen gaat staan en je drukt op de Alt, dan kijkt hij eigenlijk naar de laag eronder. Dus met de Alt ertussen, huppakee, pakt hij de vorm aan. Dus nogmaals, ik was gewend, je kan het nog steeds gebruiken, rechtermuisknop naar beneden, uitknipmasker maken. Maar je kan dus ook kiezen tegenwoordig voor de Alt. Je gaat tussen de lagen instaan, waarom wil hij dat nu niet doen dan? En dan kijkt hij ook naar de laag eronder. Huppakee. Werkt misschien iets makkelijker, het is maar net wat je gewend bent en hoe je het wilt toepassen. Als ik nu mijn verplaatsgereedschap heb en ik sta gewoon op de bovenste laag en ik ga heen en weer, zie je dat mijn hartje blijft staan, maar mijn foto verandert. Dus de positie van de foto verandert, maar mijn hartje blijft staan. Dat komt omdat ze onafhankelijk van elkaar zijn. Hij kijkt wel naar de vorm, maar de inhoud staat los van het kader. Ik kan er daardoor ben ik ook in staat om bijvoorbeeld net even te vergroten, de foto die erin staat, of wat dan ook. Als ik met mijn verplaatsgereedschap op de vorm sta, op de laag van de vorm, en ik ga dan bewegen, dan zie je dat mijn hartje alle kanten op gaat, maar binnen de foto. Dus hij neemt niet de inhoud mee op de juiste positie, alleen de vorm. Kijk maar, als ik hier ga staan, dan krijg ik ineens een heel raar resultaat. Hoe kan je dan ervoor zorgen dat zowel de vorm als de inhoud verplaatst? Dat kan op meerdere manieren misschien, maar ik laat er twee zien. Oké. De eerste manier is door de Shift-toets in te drukken en beide lagen te selecteren. Op het moment dat je de Shift-toets ingedrukt hebt en beide lagen geselecteerd hebt en je gaat dan verplaatsen, neemt die alles mee. Dat geldt zowel voor roteren of elke andere optie die je dan doet, omdat de lagen gekoppeld zijn. De andere manier die ik je wil laten zien, is wat ook kan, is wel beide lagen selecteren. Je drukt op de Ctrl-G of de Command-G en de lagen worden gegroepeerd. Dus nog een keer, lagen selecteren, Command-G of Ctrl-G en de lagen worden voor je in een mapje gestopt. En mapjes betekenen dat alle lagen eronder gekoppeld zijn aan dat mapje. Dus op dat moment geldt die ook als een gegroepeerde optie, object met meerdere lagen eronder. Want als je het mapje uitklapt, dan zie je hieronder de lagen staan. Als je heel veel objecten hebt, heel veel lagen, is dit misschien een hele handige optie om een juiste structuur aan te brengen. En noem hem dan ook gelijk hard. Zo. Oké, ik wil nog een ander object erin zetten. En dat is een ander object dan de standaard objecten die daar bovenin stonden. Want daar ben je natuurlijk heel gauw op uitgekeken. Dus ik ga weer naar mijn aangepaste vorm en ik zal hem even herstellen. Dan staat hij precies hetzelfde als bij jullie. Dit zijn de enige, denk je, die ze hebben. Maar ja, dat is niet zoveel bijzonders en ik wil eigenlijk gewoon wat anders. Dus dan ga ik kijken op dat tandwieltje. Hier zie je zo'n tandwieltje staan. Als je daarop klikt, krijg je veel meer opties. Dieren bijvoorbeeld, pijlen, nou, van alles en nog wat filmdingen. Dus als je hier bijvoorbeeld op film kiest, je gaat naar beneden, dan zie je er allerlei, een filmstrip of wat dan ook. Het nadeel van de filmstrip is wel dat hij de lijnen ziet als vorm. Dus als je er een foto in gooit, dan komt hij in de lijnen en niet in de binnenkant. Maar je kan hem wel gebruiken als vorm. Heel handig. Ik ga heel even naar de vaandels toe. Oké, toevoegen. Want hier zag ik zo'n soort prijssticker staan. Nou, die is misschien wel handig. Dus ik teken even een prijssticker op een nieuwe laag. Dus ik maak een nieuwe laag aan. En dan, als je dat niet doet, dan kijkt hij weer naar die eronder. Dus het is allemaal lastig. Ik maak een nieuwe laag en daarop ga ik dan. Soms maakt hij automatisch een nieuwe laag aan op het moment dat je vormen gaat instellen. Dat is afhankelijk van hoe je instellingen staan. Ik maak een nieuwe laag aan. Ik maak mijn prijssticker. En in mijn prijssticker ga ik dan een foto weer openen, een andere foto. Nou, laat ik die maar even doen. Dus ik pak de foto, ga naar hem toe. Zet hem eroverheen. Met de Alt-toets had ik geleerd, hè, kijk je naar die eronder en
voilà, hij zit erin in mijn prijssticker. Dan willen jullie laten zien hoe je dan heel snel een design kan maken. Bijvoorbeeld met een witte achtergrond. Zo. Ik heb mijn witte achtergrond. Ik pak mijn rechthoek. Dus ik heb gewoon even mijn lagen weggegooid. Hè? En lagen weggooien kan ook op meerdere manieren. Je kan ze vastpakken en dan slepen naar beneden. Je kan ook op de backspace drukken. En dan verwijdert die ook de lagen. Goed, we gaan schoon beginnen. Witte achtergrond. En we gaan even een rechthoek plaatsen van links naar rechts. Dus een rechthoek plaatsen van links naar rechts. Zo. Ik pak even weer de foto erbij die ik net ook had. Deze vond ik wel mooi. En ik sleep hem er weer in. Hij staat erboven helemaal goed. Ik kijk naar de laag eronder. Rechtermuisknop of Alt. En kies voor uitknipmasker maken. Je ziet al op heel veel websites en banners zie je tegenwoordig een vormgeving die hierop gebaseerd is. En je kan de foto heel snel op zijn plek zetten, schalen hoe jij hem wil hebben. Wil je er dan nog even zo'n drop shadowtje onder hebben, dan kan dat snel door hierop te gaan staan, op de laag van je rechthoek. Je gaat op je FX staan en je zegt ik wil een slagschaduwtje hebben. En dit ga ik later helemaal goed uitleggen, maar voor nu kan je het nog even doen. Je klikt op de onderste, je kan hem vastpakken met je plaatsgereedschap op zijn plek zetten. En je kan de grootte aanpassen, hoe donker je dat wil hebben, wat dan ook. Als je dit doet, dan heb je al heel snel een beetje wat je dan daar ook ziet. Zo'n hele lichte drop shadow, waardoor het lijkt dat het eruit komt zetten. Wil ik de achtergrond nou niet wit hebben, maar zwart, dan kan dat heel snel door hem op negatief te zetten. Dan ga je op de onderste laag staan. Je klikt op Ctrl of Command op de Mac. En dan de I, dus op de Mac is het Command, op de PC is het Ctrl. Hè? En je klikt op de I en hij zet hem in negatief. Dus op die manier kan je wit heel, zwart naar, heel snel naar zwart halen. Maar wil je elke andere kleur, dat kan natuurlijk ook. Dan dubbelklik je hierop, kies je de kleur uit. Stel je voor, ik wil hem een beetje de kleur hebben van hier, maar dan de donkere versie. Dan kan je dan, als je er buiten gaat, zie je, dan pak je het pipetje, kies je de kleur uit. En met het emmertje klik je en je hebt een andere kleur. Dus bij deze custom shapes, volgende week ga ik selecties helemaal uitleggen en de opdracht. En gaan we verder. Fijn weekend of fijne dag. Ik weet niet wanneer je dit bekijkt. En tot de volgende keer. Dag!